Ja, welkom terug bij de cookie. We gaan verder met dit onderdeel, accessoires. Tekenscherm. Daar hebben we een stokje voor. En we hebben een stokje voor steken. Nou, dan kan je je tekening maken en die kan je ook nog opslaan. Extra rekenmachine, omrekenen, wereldtijd en een stopwatch. Instellingen, profielen, scherminstellingen, telefooninstellingen, oproepinstellingen, touchscreen, Bluetooth en verbinding. Bij Bluetooth ziet hij, kan je apparaat opslaan, waarmee je vaak zeg maar door middel van Bluetooth communiceert. Het hoofdscherm dus. En dan als je zo doet, springt hij over en dan zie je je contacten hier ook staan. Even door een balletje zetten. Nou, dan kan je je items zo verplaatsen. En zo doen. En dan zit ze allemaal netjes nu weer. Je kan ook zo. Die verplaatsen daarnaar. Ho. En hetzelfde kan je doen met die contacten. Overigens is het heel handig dat je hier ook precies een overzicht krijgt van wat er allemaal wat hij allemaal aan het doen is, zeg maar. Kan je ook snel je Bluetooth aanzetten en je muziek weer starten. Je ziet de tijd, het netwerk, je provider en je kan het profiel selecteren waar je zeg maar in dat moment wil zijn. Je ziet ook hier ook. Nou, dit was een beetje de cookie. We zijn heel tevreden met deze touchscreen telefoon die al meer dan 2 miljoen keer verkocht is in 5 maanden. En op zich heeft hij alles, hij doet alles. Hij is snel, hij reageert goed, hij is niet gauw beschadigd. Er zit folie omheen. Hier kan je van toetsenblokkering afhalen. En dat kan op het scherm dus ook. SMS'en, dat kan ook. Dat gaan we eens even laten zien. Je kan zo SMS'en. Maar je kan ook zo SMS'en. Ideaal. En dan keer weer terug. Als het meer dan 2 sms'jes zijn, of het zijn er 2, geeft hij dat automatisch aan of je het dan wil verzenden. Heel handig. Het kan ook zo. En dan doe je zeg maar. Nou, zit er niet echt goed voor.
En dat herkent hij zelf als een S. Wat je ook kan doen is... dubbel aanschriftvak. En dan kan je... oh. Dat moet je dan als een A zien. En inderdaad, het is een A. En dan kan je hier nog een K zetten. Oh, dat is een U. Nu schrijf ik er ook niet zo heel goed. Nu zat ik er niet zo heel goed voor. Dus dat scheelt ook. Ja, kortom, het is een hele goede touchscreen telefoon. Hij doet alles wat je wil. De videocamera kan trouwens wel inzoomen vergeleken met de andere camera. De gewone camera, zeg maar. Ja, er is gewoon niks op aan te merken. Heel veel mensen zeggen dat de camera kwaliteit slecht is van de cookie. Daar ben ik het niet mee eens. Ik heb hele mooie foto's hiermee gemaakt. En op de computer kan je ze ook goed inzoomen. En ja, er is gewoon niks mis mee. Dus ja, waarom zeuren als het niet hoeft? Binnen geven ze wel eens een groene vage streep. Dat wel. Zeg maar in de hoek. Maar deze is met de cookie gemaakt. Je ziet het niet zo goed. Het staat wel op het LG Cookie Forum in Nederland. http://lgcookie.123forum.nl zonder www. Daar kun je dus de foto's